Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe vlog. Alweer de laatste Polen video helaas. Maar niet getreurd, we gaan sowieso nog een keer terug naar Tsjechië of sowieso Polen. Want we hebben afgesproken met Martin hier dat hij gaat zorgen voor een stooklocatie, toch? Ja, klopt. Zei hij? Dat alle pyro's gewoon naar zijn locatie kunnen voor zijn markt. Ja, dat gaat hij proberen te regelen. Om een stuk grond te kopen of zo hier. En dan dat je gewoon kan afsteken zonder gezeur van de politie. Maar in ieder geval, we hebben een lange dag tegemoet. Want we gaan zo meteen, mensen. Jullie denken misschien van ja, ze gaan gelijk weg. Dat is niet zo. We gaan zo meteen naar de afgebrande markt. Kijken of ze daar misschien ook vuurwerk hebben. Maar we gaan nog terug naar Martin's shop. Gaan we eventjes gedag zeggen. En even hem bedanken dat hij toch nog erachteraan is gegaan voor ons. Maar in ieder geval, we gaan dus even ontbijten. Even wat spullen alvast in de auto leggen. En dan zien we jullie zo meteen weer. We zijn nu dus in de ontbijtzaal hier. Dus ik zal zo even laten zien hoe het eruit ziet. Yes, goed. Oh, we moeten hier, man. En we hadden gisteren die vrouw, die mensen hier kunnen geen Engels, alleen Duits. En zelfs Duits kunnen ze maar, die ook geen stuk. Maar in ieder geval, dit is dus de ontbijtzaal, mensen. Er staat al iets. Mensen die hier zijn geweest kennen het natuurlijk wel. Gaan we even kijken wat we krijgen. Lekker, lekker, lekker. Sowieso hebben ze het dus begrepen gisteren. We hebben pannenkoeken gekregen. Ook broodjes weer. Beleg. Voor 3,50 hè dit. Is toch bizar? Ja, Nederland heb je dat dan nog niet. Ja man. Waar is die sleutel van de hotel? Oh, kom maar. Op dit moment zitten we in de auto. We gaan nu eventjes naar de markt toe. Voor de laatste keer. Dan gaan we eventjes nog naar Martin even bedanken dat hij, wat jullie vorige week in de video hebben kunnen zien, nog iets voor ons heeft geprobeerd te doen. Voor elkaar te krijgen. Dan gaan we nog even naar de afgebrande markt, want daar schijnt ook vuurwerk verkocht te worden. Ben ik erg benieuwd naar of wat ze daar dan verkopen, omdat het best wel een grote markt ook is. Ja, en dan gaan we de kant van Nederland weer op. Misschien kunnen we nog even snel wat stoken of zo hier, maar daarna gaan we richting Nederland. Maar jullie kunnen in ieder geval goede beelden verwachten van op de markt. Dus jullie zien ons zo meteen bij Martin weer, denk ik. Even kijken, mensen. Zo, even kijken of ze hier ook wat. Zo, die temperatuur hier, man. Polen. Ze zeggen dat Spanje is, zou het ook geloven. Ja, man, die temperatuur is echt. Gaat nergens over. Dan kan je zo meteen rustig gaan naar rechts en naar links filmen. Ja, mensen, zoals jullie hier kunnen zien, allemaal zwarte plekken nog van de brand. Plastic gesmolten en zo. Het meeste is al weg. Maar je ziet er sowieso nog zwarte plekken. Dit zijn shells, mensen. Hey, eindelijk. Hoeveel is? Ja, ik denk 3. De mensen, op de markt zelf hebben we niks gezien. Maar volgens mij daarachter heb je wel wat. We gaan even kijken. Ik weet niet waarom ze het niet verkopen. Misschien hebben ze het alsnog hoor, maar dat we niet goed kijken. Dus we gaan zo even terug. Maar dit was dus de afgebrande markt, volgens mij. Die is weer een beetje herbouwd, als het ware. Hé, hey, ook daar is je geen vuurwerk. Hé, hey, maar die is dicht daarachter. Firewerkie. Dus we gaan denk ik maar weer even naar de andere markt, waar je wel vuurwerk hebt, gegarandeerd. En dan kunnen we daar nog even wat shooten, want we weten nog een aantal plekken waar je eigenlijk niet mag filmen. En daar gaan we dan eigenlijk gewoon wel filmen. Dus fuck dat. Oh, schijt. Ja.
Maar we mochten ook niet stoken, hebben we ook gewoon. Ja, stoken mocht ook niet en dat deden we ook gewoon. Benzine 1,09 euro. Dat is nog eens tanken, mensen. Serieus. Ja, we hadden al wat ingeslagen, dus... Ja, dat hebben jullie kunnen zien in de vorige week, in de vorige vlog. 40 liter zit achterin en een volle tank ongeveer. Daar moeten we wel mee thuiskomen, we houden zelfs nog wat over. Ja, daar komen we weer. Ik zou niet weten waarom ze eigenlijk daar geen vuurwerk verkopen, man. Ik denk dat het te maken heeft met dat ze daar geen brandveiligheid hebben of zo. Dat het hier wel... Misschien is het daar te erg op elkaar, man. Wat denk jij? Ja, dat zou best kunnen. Hier zit wel meer ruimte tussen. Ja, hier zit wel meer ruimte tussen. Daar als kan geen brand in komen. Ja, als er hier één dingetje af in de fik gaat, ja, dan... Dan kunnen ze nog redden. Ja. Misschien is dat het. Ik denk dat de vuurwerk inzet dat het ook niet echt wil. Nou ja, we gaan even naar de markt. Film de tankstation maar even. Hier. Pyrobunker. Daar hebben we hem weer. Oh, er komt een nieuwe lading. Of nee, toch niet. Alle Duitsers tanken hier ook natuurlijk. Logisch, voor die prijs. In Duitsland is het volgens mij 1,31 euro of zo. In ieder geval hier aan de grens. En dan rij je even de grens over bij Polen en dan betaal je maar 1,09 euro. Hoeveel hebben wij nou bespaard met die jerrycans? 20 euro, man. Ja. 20 euro hebben we bespaard. 50 cent per liter. Het scheelt toch al? Ja. Weer eventjes naar Martin. Nog even wat dingen halen, misschien wat dingen ruilen. Dan gaan we nog even stoken, dat zien jullie dan waarschijnlijk in de volgende video's. Losse video's. En wacht tot de auto's voorbij zijn en dan kunnen we weer Martin een hand geven. Yesterday I'm looking there. Yeah. It is garbage. Yeah. There's like only two smoke. A little pieces. Yeah? The smoke, yes. Pak je jokerpijlen. Die waren in beslag genomen, dus... Ja, dus die moeten we sowieso wel. Ja, mooi. Ja, mensen, zoals jullie konden horen, is deze meneer gisteren ook nog naar het politiebureau gegaan. Naar de prullenbak daar. En hij zei dat er... Ja, wij durfden dat dus niet, omdat we die camera's zagen. Maar hij zei dus dat de cake, die stond er nog. En in de prullenbak zaten alleen rookbommen. Besef, zaten alleen rookbommen, man. Dus de rest hebben ze gewoon echt meegenomen. En die liggen daar misschien gewoon. Ja, dat is wel jammer. Als die nou serieus wat had gevonden, ja, dan had het wel dicht geweest. Ik zou hier best wel wat unboxings kunnen maken, want je hebt hier kartonnen, man. Ik zweer het je. Kartonnen, FP3, kartonnen, zinks. Moet je kijken. Ja, ik heb we gaan nu richting de auto en dan gaan we kijken of er controle staat daar zo. Ik ben wel benieuwd. Niet dat ik per se wat mee naar huis ga nemen, maar ik ben wel benieuwd, want we hebben wel iets. Dat zou mooi voor op beeld zijn. Maar dat zou mooi zijn voor op beeld en dan droppen we dat onderweg wel even ergens. Want iedereen die deze video kijkt mag bij mij een controle uitvoeren. Ik heb geen, sowieso ik neem niks mee naar Nederland. Maar we gaan wel eventjes kijken of het... Of er iets is. Een controle of zo. Dus jullie zullen het zo zien. Controle in Polen. Dat zal wel echt alles afmaken van deze trip, hoor. Even serieus. Ja, sowieso. Als er nu ook nog een controle staat en onze hele auto wordt doorzocht, dan maakt dat wel echt gewoon deze trip hier in Polen. Ja, gewoon echt alleen maar politie. Lijkt wel Nederland, man. We gaan de auto in. Een fucking oververhitte auto waarschijnlijk. Oh, die is dicht.
shit, man. Fucking warm, gek. Jezus. Ja, ja, we reden hier dus op de Eiffeltoren op zijn kant, zoals Ruben altijd zegt. En vroeger, mensen, ging hier een trein tussendoor, toch? Nee, tram. Ja, ik denk trein. Ja, trein. En kijk, daar is dus de Polenmarkt aan de linkerkant. En hier rij je dus de grens over zo. Dit lijkt wel gewoon Nederland, man. Ja, dit... Daar is een bord hè, van Tsjechië, kijk maar. Nee, dat is juist Duitsland. Ja, ja, we gaan nu de grens over, of we zijn het al. Staat er controle of niet? Vorig jaar stond hier controle, maar nu niet. Nee, er staat geen controle. Als de controle staat, dan staat hij daar zo. Aan de overkant. En dat staat er dus niet. Kom maar. Er was dus geen controle daar zo. Ze gaan zo meteen de grens over. Niet dat we heel veel vuurwerk of zo hebben, dat hebben we niet. We hebben niks in de auto. Maar we wilden dat gewoon even laten zien aan jullie. Op dit moment even een ijskoffie drinken en dan zijn we fris en fruitig om die lange reis van 7,5 uur te doorstaan. Wordt wel erg, man. Zo mooi. We zijn pas rond s'avonds in Nederland zo. Yes, wordt wel een lange trip. In de hitte, hè? In Nederland. Ja, mooi. Maar we hebben wel airco gelukkig. Klopt, let's go. Voor degenen die erin geïnteresseerd zijn, we staan nu op de markt. En we gaan vertrekken en we komen over 7 uur en 44 minuten aan. En het is op dit moment 10:30 ochtends. Moet je nagaan hoe laat we thuis zijn. Zo geen zin in deze weg, hè. Maar ja, hé, hey, het moet maar. Anders hadden we hier nooit gekomen. Dus Lego! Hij heeft water gehaald. Wat een held. In een tasje. Tu. Zo, we staan in de file al een tijdje. En dat is echt niet fijn als je nog 6 uur moet rijden. Dus we hopen dat die snel opgelost is. En misschien is er wel een dik ongeluk gebeurd. Heel triest voor die mensen. Maar misschien kunnen we wel iets moois op beeld zetten. Ofzo. Autootje in de fik of zo. Ja, daarom zou mooi zijn. Dan, weet je wat we dan kunnen doen? Pakken we stokjes, gaan marshmallows erop leggen. What the fuck, mensen, moet je kijken. Er is gewoon een vrachtwagen gekanteld, gewoon aan de zijkant geraakt. Heel die shit is gewoon kapot, gek. De oplegger is gewoon de auto zelf al, kijk. What the fuck, gewoon. What the fuck, gek. We hebben lang gereden, gek, kom. Ja, in die hitte. Fuck.
was echt... Vier aanrijdingen met vrachtwagens of zo. Zo, mooi. Dat was niet te doen, man. Maar ja, we zijn volgens mij weer in Nederland, dus we hebben ook weer internet. Maar als we zo meteen echt over de grens gaan, dan wordt ook gelijk de snelweg beter. De snelweg in Duitsland is echt poep gewoon. Toch? Ja, mooi. Het is allemaal gewoon... Kijk, kijk, hier zit het al. Geen asfalt, maar het is echt gewoon... Ja, los platen, weet je wel. Nu heb je weer Nederlandse snelweg. Ja, maar dan mogen we ook weer zachter rijden, dat is wel kut. Ja. En dan heb je gelijk aan de rechterkant heb je dan gelijk de tankstation. En dan betaal je gelijk de hoofdprijs ervoor. Dus je denkt, we gaan even kijken. Kassa. Even kijken. Maar je mag gelukkig wel 120 aan beginnen. Wat de prijs